En de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft gisteren de specialist Subhas Gourdat in de bloemetjes gezet. Gourdat heeft de vorige maand de eerste succesvolle niertransplantatie in Suriname uitgevoerd. De specialist is door de Surinaamse verzekeringsmaatschappijen benaderd om deze operatie te doen. Op een persconferentie vertelde Gourdat meer over de niertransplantatie. Op een gegeven moment zijn wij teruggekomen naar Suriname, met wij bedoel ik mijn partner en ik. En we hebben samen toen met vicepresident Ashwin Adin gezeten. We hebben de commissie opgericht en achter de commissie heel veel werk moeten verzetten om deze niertransplantatie, die eerste succesvolle niertransplantatie, te realiseren. Ik wil mijn huidige opleiders, deze twee mensen die hiernaast zitten, dokter Anees en dokter Adin, zijn mijn opleiders hier geweest in Suriname. En ik wil ze ook heel hartelijk bedanken dat ze het geloof in me hadden om voor de internistenopleiding vooral en daarna ook voor de nefrologie. En dat is het enige wat ik wil zeggen. En ik hoop dus dat we met de andere leden van de commissie en met het academisch ziekenhuis verder kunnen gaan om meerdere niertransplantaties te doen. Een patiënt die een niertransplantatie ondergaat hoeft niet meer gedialyseerd te worden. Normaal moet een dialysepatiënt 3 tot 5 keer in een week gedialyseerd worden. Dat is erg duur. Een niertransplantatie kost veel minder geld. Als het aan minister Elias ligt, zullen er in de toekomst meer transplantaties verricht worden. Er komen nog meer. Er is een commissie bezig onder leiding van mevrouw Gopal-Raj. Maar we hebben vandaag de pionier, want je hebt altijd een pionier. En die hebben we gemeend vandaag een klein beetje in de bloemetjes te zetten. Niet letterlijk in de bloemetjes, maar dat wij vanuit Volksgezondheid hem een kleine waardering, een klein cadeautje gaan geven. Het is wel geen duur cadeautje. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Maar een schouderklopje is altijd op zijn plaats. We hebben een schrijver gehad van dokter Anees. En we hebben volgaarne hebben wij dat natuurlijk, hebben wij daar een beetje gehoor aan gegeven. Of niet een beetje, wij dachten op deze manier gehoor te geven aan het schrijven die wij hebben gehad van dokter Anees. Om in positieve zin onze pionier een schouderklapje te geven. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gisteren op zijn ministerie. Hij heeft Subhas Gourdat, die de eerste succesvolle niertransplantatie in Suriname gedaan, in de bloemetjes gezet.